Yo mensen, welkom bij aflevering 3 alweer van Career Mode AC Milan. En we gaan verder vandaag met een korte aflevering. Want dat betekent dat na de wedstrijd tegen Genoa en de wedstrijd tegen Napoli voor de boeg staat. En daarin zal ook uiteindelijk de Transfer Deadline Day plaatsvinden. Dus dat betekent dat we vandaag nog een uitzending hebben tegen Genoa. En ook de uitzending waarschijnlijk dat we dan Alexander Pato misschien terughalen naar Milan. Want we hebben nog een hele week. En in die weektijd zal toch wel genoeg tijd moeten zijn voor een contractovereenkomst met uiteindelijk de Braziliaan Alexander Pato. Om hem terug te halen naar het San Siro. Dus alleen voor deze wedstrijd de wedstrijd tegen Genoa. Voor de volgende aflevering is het dus de wedstrijd tegen Napoli. En ook de Transfer Deadline Day. Goed, na de nederlaag tegen Juventus in de Supercoppa Italia gaan we het seizoen beginnen tegen Genoa. Kunnen we zeggen, we zijn er klaar voor? We zijn er klaar voor. Het seizoen gaat eindelijk beginnen en AC Milan gaat beginnen met eigenlijk bijna de elfde, bijna dezelfde elf spelers. Alleen Paqueta vervangt Bonaventura, want Bonaventura was nog een klein beetje vermoeid van de wedstrijd tegen Juventus. Oh en jongens, ziet dit San Siro aan niet? Prachtig uit, wat een geweldig decor vanmiddag om het seizoen thuis te beginnen tegen Genoa. Prachtig, je krijgt er gewoon ja, bijna kippen van, ondanks dat het gewoon wel een spelletje is. Maar dit ziet er gewoon prachtig uit. Ook het prachtige spandoek van Ronaldinho trouwens. Het ziet er echt geweldig uit. Mooi gemaakt van de makers van FIFA. Dit jaar en ook weer San Siro. Dat ziet er gewoon ieder jaar weer prachtig uit. Zeker om dat rood en het zwart te zien. En is het voor mij uiteindelijk ook gewoon een droom om gewoon ooit een keer een wedstrijd mee te maken van AC Milan. Goed jongens, we gaan vandaag het seizoen beginnen. En dat betekent dat Luis Gustavo, Shinji Kagawa, Matthijs de Ligt in de basis staan. En dat Alexander Pato er dus nog niet bij is voor de wedstrijd tegen Genoa. Dat betekent dus wel dat hij er hopelijk bij is voor de wedstrijd tegen Napoli. Dat wordt ook weer een goede krachtmeting, want ik denk dat Genoa natuurlijk die gaan spelen voor een plek 5 tot en met 12 ongeveer. Dus wel gewoon een degelijke middenmoot. We gaan dus spelen in een 4-3-3. Het enige wat mij wel een beetje niet echt aanstond was Hakan Calhanoglu. Hij viel me wel een beetje tegen, want hij is natuurlijk wel onze nummer 10. Maar op die linksbuitenpositie, volgens mij is het ook niet echt zijn goede positie, want hij wist niet echt heel veel in te brengen in het team van Milan. Goed, als we de opstelling van Genoa bekijken, dan zien we dat Piatek natuurlijk in de baas staat. En Piatek is vorige week getransfereerd naar AC Milan. Dus we hebben ervoor gekozen om uiteindelijk Piatek dus niet te halen, omdat we ook Patrick Cutrone hebben. En dus dat we gaan kiezen voor Alexander Pato. Ik ben uiteindelijk wel voor die beslissing terug moeten komen, want Patrick Cutrone had het gewoon heel lastig tegenover Cellini en Bonucci. Dus dat betekent wel gewoon dat we gewoon nog een goede aanval erbij moeten halen. In de zin van Alexander Pato. Goed, we gaan dus het seizoen thuis openen tegen Genoa. En we gaan de lijn tegen Juventus gewoon doortrekken. Ondanks dus de nederlaag. Ondanks dat we gewoon best prima speelden, staat nou Genoa voor de boeg. En we gaan voortvarend van start. We gaan gewoon meteen druk zetten. Agressief spelen en gewoon meteen Genoa bij de keel proberen te pakken. Nou, dat we voortvarend gaan start gaan, levert ook meteen de eerste kans op voor Souza en wat een redding van Mvogo. Trouwens, de doelman die overkomt van Red Bull Leipzig is het volgens mij. Kijk eens, prima opening van Luis Gustavo. Daar is Rodriguez. Rodriguez met de voorzet. Daar is Souza. Oh. Nou, dat was toch wel weer een kantje voor Milan hoor. Het is aanval na aanval voor AC Milan. En dat is ook precies wat wij in de eerste wedstrijd van een seizoen willen zien. Gewoon meteen Genoa bij de keel pakken. Wederom de volgende kans voor AC Milan. Paqueta, Cutrone gaat diep. Patrick Cutrone, en het is eenmaal van AC Milan. En Patrick Cutrone maakt zijn eerste van het seizoen. En wederom ook tegen Juve nemen we dus gewoon ook de voorsprong. En hopelijk loopt deze wedstrijd dus wel iets anders af dan de wedstrijd tegen Juventus. En Patrick Cutrone, hij die dus wel in de voetsporen kan gaan treden van een van de allergrootste Italiaanse spitsen. Nou, laat ik even Filippo Inzaghi van AC Milan noemen. Patrick Cutrone zet AC Milan op een 1-0 voorsprong en daarmee zitten we prima in het zadel om de competitie zo te beginnen. En Patrick Cutrone, hopelijk gaat hij een heel mooi seizoen tegemoet voor de Rossoneri. Dan is het dan toch Genoa wat een klein kansje krijgt in verloop van de eerste helft hier een afgewaaide voorzet die uiteindelijk op de paal terechtkomt. Matthijs de Ligt dribbelt dan in. Eigenlijk wel een goed centrum hoor, dat De Ligt en Romagnoli. Paqueta.
Kutron. Kagawa, Kutron 1 komt er net niet bij. Maar een goede combinatie hier opgezet. Dat is het rust en dan rusten we bij een stand van 1-0 voor de Rossoneri. En hebben gewoon een goede eerste helft gespeeld, maar we hebben nog niet het allerbeste spel van ons laten zien. In ieder geval hopen we natuurlijk wel dat we in die tweede helft nog iets meer gas kunnen geven, maar wel gewoon vanuit de controle blijven spelen, dat we in ieder geval geen kans weggeven, want Genoa loert wel op die counter. Dat had Juve ook wel een beetje, maar natuurlijk is het krachtverschil tussen Juve en Genoa wel erg groot. Met Vlagen lijkt het of het positiespel dan toch een klein beetje onwennig is, want Milan verspeelt wel een aantal keer de bal en daarin zijn we toch wel een beetje storig en dan komt Genoa wel gewoon snel uit, zeker met Lapadula die wel aardig goed pees heeft en ook Piatek. Lapadula heeft de voorzet, maar Donnarumma, ja, dat is gewoon echt wel een klasse keeper hoor. En deze, met deze inzet weet Donnarumma dus niet in de problemen te komen. Dan is het Milan wat dan toch gas gaat geven richting de 70e minuut. Toezo. Patrick Cotrone. En deze bal waait af. Dan is het Luis Gustavo die de tweede bal wint. Gustavo! Oh, 2-0 Milan! En wat een heerlijke goal is dit van Luis Gustavo, de Braziliaan. Die er zo overkwam. Van Olympique Marseille. Hij drukt al eventjes zijn stempel hier hoor. Want hij zit Milan wel op een hele goede voorsprong. Nou, in ieder geval, die 2-0 is net iets comfortabeler dan die 1-0. En Luis Gustavo met een geweldige afstandsschot. Ja, kijk eens die bal. Ah, oh, die gaat er heerlijk in hoor. Wat een lekker schot van Luis Gustavo. Die de coach oogt op zijn gemak. Gewoon een prima goal maakt hier. En daarmee ook bewijs dat hij dus ook wel het scorend vermogen kan hebben. Mits hij natuurlijk in een goede positie komt. Kijk eens, het positiespel van Milan is gewoon aardig. Patrick Cotrone. Paqueta. Met de aanname. Paqueta. Paqueta. Daar is Suso. Suso is 3-0. En nou is het afgelopen. Milan. Op een 3-0 voorsprong namens de Spanjaard en ook een goede actie van Paqueta daar met de dribbel. Volgende keer beter. Ja, kijk eens, schiet hem gewoon prima in hoor, die Suso. En hij met zijn eerste van het seizoen, hopelijk gaat Suso er natuurlijk nog veel meer maken. Ja, hij is vandaag het hart van de ploeg. Hoekschop dan voor Genoa. Komen dan helemaal geen kansen? Nee, kijk eens even de mogelijkheid zeg voor Lapadula. Ex-spits van AC Milan. Kopt hier op de lat en Donnarumma is aan de grond genageld en zou nooit bij deze inzet kunnen komen, maar ja, deze bal gaat net over van Lapadula, dus via de lat. Dan gaan Suso eruit en ook Bonaventura. Romagnoli. Hij komt erin en Castillejo komt er ook in. Luis Gustavo, wederom een goede opening. Kijk eens, goede controle hier is Ricardo Rodriguez. Patrick Cutrone, Castillejo! Dit was toch de kans op 4-0. En dan, 5 minuten voor tijd, Luis Gustavo met de publiekswissel. En wordt Manuel Locatelli wederom verwelkomd in het San Siro. En hij wordt dus met open arm ontvangen door de tifosi van AC Milan. Ja, dan wordt de tweede helft verder prima uitgespeeld. En dat betekent dat we een 3-0 overwinning boeken op Genoa. En dat daarmee dus de eerste competitiewedstrijd erop zit. En dat we dus ook wel meteen onze stempel gedrukt hebben op dit AC Milan. Gewoon onze nieuwe mannen doen het gewoon prima. We kunnen goed vanuit het positiespel spelen. En zoals je ziet gewoon een aantal prima aanvallen. En spelen we gewoon best goed voetbal. En weten we gewoon meteen wel onze stempel te drukken. En dat wordt wel eventjes beloond bij de eerste plaats bovenaan. Natuurlijk een 3-0 overwinning op Genoa betekent dat we bovenaan die ranglijst staan. En dat Juve en AS Roma toch wel eventjes heel erg laag staan op die lijst. En ook internationaal met een 16e, 17e en 18e plek is het dan toch wel een klein beetje problematisch voor die clubs die wel niet echt lekker begonnen zijn hoor. Want Juve die dus nou eigenlijk nog steeds in het echt dan zeg maar nog steeds ongeslagen is en ja, nou, dus gewoon al in de eerste competitiewedstrijd gewoon onderuit gaat. Datzelfde geldt dan ook voor AS Roma en Internazionale. We hebben dus gezegd, we gaan zaken doen met Alexandre Pato. We gaan hem terughalen naar het San Siro. En ja, we gaan natuurlijk Pato proberen voor 5 jaar vast te leggen. Dat betekent natuurlijk wel dat hij dan 33 zal zijn. Maar we verwelkomen Pato heel graag. En zijn terugkeer in de Serie A wordt in ieder geval met open armen ontvangen in het San Siro. Want ja, Alexandre Pato gaat spelen met rug nummer 9. En dat betekent ook dat hij dus in ieder geval Patrick Cutrone wel nog een beetje uit de wind moet houden. Totdat Cutrone dus tot dezelfde hoogte komt als Pato. En dan zal Patrick Cutrone dus het stokje wel gaan overnemen. Want ja, natuurlijk, Patrick Cutrone is natuurlijk wel onze eerste spits waar onze focus naar uit moet gaan.
Goed, zijn we dan helemaal klaar op de transfermarkt? Het antwoord van ons is nee. We zien dat we nog 35 miljoen in kas hebben. En we gaan natuurlijk wel nog wat doen, want Sandro Tonali stond ook hoog op ons verlanglijst. En Sandro Tonali, daar zitten wel heel veel Europese clubs achteraan. En de man heeft een transferwaarde van 3 miljoen euro, 70 rated. En ja, Sandro Tonali wordt in verband gebracht met Juventus. En dat willen we ten alle tijden voor zijn, want Sandro Tonali wordt in Italië de nieuwe Andrea Pirlo genoemd. En daarmee willen we gewoon als de kippen erbij zijn, want Sandro Tonali zien we natuurlijk maar al te graag spelen in het nieuwe AC Milan. Dat betekent dat we ook voor Sandro Tonali een realistische transfersom gaan betalen van 10 miljoen euro. En dat betekent dat we ook dus, zoals we dat bij Matthijs de Ligt hebben gedaan, dat we gewoon hoog boven zijn eigenlijke waarde gaan betalen. Maar om het gewoon een beetje realistisch te houden en om gewoon ook het belang in te zien van Sandro Tonali, dat hij komt naar AC Milan. De handen worden geschud met de belangenbehartiger van Brescia. En dat betekent dat we om de tafel kunnen met Sandro Tonali. Tonali gaat ook gewoon een realistisch salaris verdienen. Ja, hij is echt wel een grote naam hoor, die Sandro Tonali. Zeker in het jeugdelftal van Italië. Natuurlijk hebben we Luis Gustavo, we hebben Locatelli en dus ook Sandro Tonali nou voor op die verdedigende middenveldpositie. Maar Locatelli kan ook prima in het middenveld spelen en dat kan Sandro Tonali ook. In ieder geval, het kan helemaal geen kwaad. We hebben 10 miljoen euro betaald en Sandro Tonali komt naar Milan en gaat spelen met nummer 34. Ja, we zijn gewoon prima bezig met het halen van Sandro Tonali en ook het terughalen van Manuel Locatelli, waar we natuurlijk ons middenveld gewoon prima hebben versterkt. Maar natuurlijk wel eventjes op die persconferentie iets actief doen, want we hebben natuurlijk wel lovende woorden voor ex-trainer van AC Milan, Carlo Ancelotti. Dus onze volgende wedstrijd in aflevering 4 is dus de wedstrijd tegen Napoli. En Napoli gaan we eventjes kijken waar we de ploeg uit Napels te zien zijn op plek 13 en ja, hebben dus ook de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Dus Napoli, die gaan volle bak in aflevering 4 en dan zijn we nog bij met de Transfer Deadline Day. Dus snel zie ik jullie bij aflevering 4 van Greenwood AC Milan. Bedankt voor het kijken, ciao!